Goed, Rudy. Baie dankie vir die tyd. Plezier. Dis eintlik skrikwekkende tye waar ons is om te dink dat hierdie ken ek nie. Ek weet nie, Dr. Rudy, het jy al iets in jou oorgekom dat hulle alles so toesluit en... Nie so mate nie, ons het allemaal, jy weet, in my leeftijd het ons allemaal een paar epidemies gehad, maar nie so nie. Ja. Dr. Rudy, ons het groot persentasie mense in ons gemeente wat oor 60 is. Ons noem hulle ons legendes. Net so. En Dr. Rudy, jy het teenwoordig nou daai groep, want jy is ook ons nou afgetree. En, ek wil sommer net vra, het jy enige raads vir hulle in hierdie tyd, wat ons weet, die coronavirus is al buitenkant en ons wil hulle graag beskerm? Enige raad? Ja, soos jy sê, ons is ons nou die legendes en ek val op die legende groepie, so in die hoër risiko deel. Maar ek dink die belangrike ding om te onthou is dat ons nie, ons blind staan die in die virus nie. Dat ons is kinders van die Here en die Here is altyd in beheer, maar ek sê wat gebeur nie, hy is in beheer. En dat ons daai perspektief bly behou en nie onnodig paniek bevang raak. En as ons doodgewoon ook kyk na die mediese statistieke, dan is die sterkte syfer is nie hoog nie, die mortaliteit is nie hoog nie, die mortaliteit is 2-3%. As jy het vergelyk met die ander epidemies wat ons gehad het, in 2003 was en die saalse epidemie was die sterkte syfer 10%. Ja, is goed die 500.000 met die vader. In die MERS was 2012 is het 35% mortaliteit. So is baie hoog. 3% is laag. Is baie laag, 2-3%. Ja. Maar die groot ding, sê jy, onderscheidende factor, of sê, soos die Engels sê, claim to fame, is dat hy so verskriklik bedraagbaar is, dat hy so vinnig verspreid, en dis nou, dis eindelijk die groot ding, maar hy is nie so doodlik nie, want ook 80% van die mense wat hy kry, herstel spontaan sonder enige medikasie. Dis so doodlik nie, en jy kan die symptome behandel, ons kan natuurlijk nie virus dood maak nie, maar ons kan die symptome behandel. So ek dink die groot boodskap is, want nou, Jesus is al beheer, en hou perspektief nie van die bevanger raak nie, is baie bericht in die korante en alles daar oor, maar die mortaliteit is nie so hoog nie. Ja. Dis nie hoog. Ok, nou dokter, hier is ons gemeente nou, en ons probeer nou bedien, ons het die kerk nou geskyp online, ek denk nie dokter, hier pos weer, en ok, maar wat moet hulle, hoe moet hulle self voorbereid vir die tyd, wat moet hulle doen, wat moet hulle nie doen? Wel, in eerste instantie die hoër risikogevalle waarvan ons legendes nou deel uitmaak, is die oor die 60 as het jy 2 keer grotere kans moet kry as iemand anders. En daar is ook gewoonlik ander toestande, hypertensies, naaks genoeg, van die medikasie. Dit is een hoë bloeddruk, nee? Ja, hoë bloeddruk. Een van die medikasie wat ons gebruik daarvoor, blok die, nogal die plekke waar die virus heg in sel. Maar dit om een of ander rede, ons nie seker hoe het werk nie, verhoog dit eigenlijk die risiko. So hoog bloeddruk gevalle, mense met hartsiektes, mense met longsiektes, diabetes, en dan natuurlijk mense wat op immuun onderdrukking is, het een hoog risiko. Maar die grootste behandeling, of die belangrijkste ding is voorkoming, oor die vinnige verspreiding. En dit het ons nou al oor en oor die nuus gehoor, waaroor dit gaan, dat jou hande gereeld was, dat jy nie contact, nabij contact met mense het nie, as iemand hoes of mies, dat jy dan so 1 meter weg is van hem af. Interessant genoeg is die vloeistof in jou, vooral warm vloeistof, want die virus hou nie van hitte nie, dis hoekom het seker ook stadiger gaan nie by ons in die somer. So warm vloeistof gereeld neem, en ook om jou slijmvlies nat te hou, en dan door die verspreiding gaan na jou slijmvlies, dit is jou neus, of jou neus, jou mond en jou oor. En interessant genoeg, was dit ons nou juist oogspecialist wat die eerste keer daar van melding gemaakt het in China en wat toe nou dat hom toe weet gekruis het dan oor as het ware en huis toe oorleer. Maar conjunctivitis is een van die tekens, oogontstekend is een van die tekens van die coronavirus. So die voorkomende maatregels, hou skoon, maak die oppervlakte skoon waarmee jy onthou jou selfoon. En ek het nogal gewonder oor die selfoon. Ja, dit is maar skoon. Want hou vat dan goed en die virus kan 8-10 ure oorleef op oppervlaktes. So maak dit goed skoon met antiseptiese vloeistoffe. En dan as jy nou so siek raak, want nou as jy nou die symptome kry, dit is nie allemaal die coronavirus nie. En die grootste ding is jy die hoë koors,
het kort asemnet en die hoes, dat zijn drie uitstaande symptomen. Maar als je nou dit het, beteken dat je het coronavirus hebt. Maar als die geschiedenis bijkomt dat hij op zee was, naar een van die landen waarin hij daarvan voorkomt. Of in contact was met iemand. Of in contact was met iemand wat op zee was. Of in een kliniek was er iets wat aan mensen is wat behandeld is, wat coronavirus heeft. Dan raak je die waarschijnlijkheid ons nog hoor. Ons kan nie die virus doodmaak nie, maar uiteraard moet jy met die dokter contact maak en ons behandel die symptome. Ons kan die symptome effectief behandel. Ons kan net nie die virus doodmaak nie, maar mense eie immuunsysteem maak om op jou einde dood. Want jy nou griep of kou kry, dan duur dit vir week of 14 dae en hierdie coronavirus kan 2 tot 6 weke vat om op te klaar. Hoe is hy staaf? Hy is nie lang, ja. Maar in die meeste gevallen is jy ouwens binnen 2 weke het ligte symptome, hy word nie ernstig siek nie, en hulle is genees of hulle herstel. So die dokter weer eens, ons is kinders van die Here, so ons leven nie vanuit een punt van vrees en angst en paniek nie. Ons moet onszelf mooi oppas, en as jy symptome sien, dan moet jy maar behandeling kry. En toe met die dokter praat, dan neem die medikasie neem wat hy dan nou sê, ja. En dan natuurlijk moet je jouw familie, jouw mensen rondom je beschermen en ook je gemeenschap beschermen. Door niet uit te gaan en met mensen aan contact te nemen, een masker te dragen en je eigen omgeving met geen mensen aansteken. Niet nabij contact met te leren. So, het gaat niet alleen om jou te beschermen, maar ook jouw nabij familie en je gemeenschap beschermen door jouw rechten. Ja. En ik denk dat veel meer wat je kan doen of kan zien, want het is nou een vreselijke hype. Reclame gekry, omdat alles nog gesluit is, maar dit is een voorkomende maatregel. Jy probeer maar net keer dat jy nie meer mense kry wat siek is. En sien al klaar, en neem het af. Ja. Dr. Rie, baie dankie. Dankie vir die tyd, dankie vir die gesels. Dit is nou vir ons legendes, maar ek denk dit is ook van toepassing op allemaal. En neem ons met kennis, wees veilig, wees gezond, die Here seën. Baie dankie. Dankie. Dankie Dr. Rie. Jo, ik heb een huiswoord gekregen. Ik heb een draagje mee nu schreeuwen voor het coronavirus. Ja, is jouw probleem. Onze andere microfoon nodig gehad. Zeg je? Andere microfoon zijn er nog gehad.